Vervangt een bus je trein om je op je bestemming te brengen? Bij werken aan de spoorinfrastructuur door Infrabel is het vaak niet mogelijk om nog treinen te laten rijden. Ook dan stelt NMBS alles in het werk opdat de reizigers op hun bestemming geraken, onder meer door vervangbussen in te leggen. Maar hoe wordt zo'n vervangende busdienst nu precies ingelegd? Alles begint bij onze collega's van de treinplanning die van Infrabel informatie krijgen over komende spoorwerken. Zij passen dan de treindienst aan en bepalen de details van de vervangende busdienst. Op basis daarvan gaat een team op zoek naar een busmaatschappij. Is er een firma gevonden, dan ontvangt het alle essentiële informatie. Het reizigersinformatieteam zorgt ervoor dat de reizigers via verschillende communicatiekanalen ingelicht worden over de werken en hun impact. Ze zorgen voor de werfinfo-affiches, de nieuwsberichten op de website en de berichten op de reisplanner. Onze collega's op het terrein wijzen de reizigers de weg naar de bushalte door op verschillende plaatsen in en rond het station borden en affiches te plaatsen. Voor het vertrek worden de affiches op het voertuig aangebracht of wordt de bestemming ingesteld op het infoscherm in de bus. Zo kunnen reizigers vlot de juiste bus vinden. Onze stationsmedewerkers staan klaar om de vervangende busdienst in goede banen te leiden. Zij zijn het aanspreekpunt voor de reizigers en ook voor de chauffeurs. Soms bieden de Securail-agenten ondersteuning aan het stationspersoneel en de reizigers. Ticketcontroles uitvoeren hoort daar ook bij. Alle reizigers met een geldig vervoerbewijs zijn welkom op onze bussen. Ook plooifietsen en kleine huisdieren mogen mee. Wanneer er toch onverwacht een probleem opduikt, zoals een vertraging door het drukke verkeer of door technische problemen met de bus, dan is ons personeel ter plaatse er om de hinder voor de reizigers tot een minimum te beperken. Bij NMBS doen we er alles aan om al onze reizigers tijdig en comfortabel naar hun bestemming te brengen. Doorgaans met de trein en soms met de bus.